Het is vannacht de volgende dag. We hebben al ontbeten. En we hebben de ferry van 10 uur genomen. En dan gaan we daar bij de tweede halte gaan we uitstappen om daar naar het Tiki Museum te gaan en naar het Maritiem Museum. Daarna is de planning dat we, dat we weer terugvaren naar de kant. En dan nemen we de bus naar de, ja, richting Opera Huis weer. En dan hebben we daar het Munch Museum. Dus met ja, de schreeuw is de schilderij die daar is, wat bekend is. En dan zijn we van plan om nog naar het Beeldenpark te gaan. Vegeland of zo. En ja, we moeten even kijken wat het weer doet en zo. Want we wilden misschien fietsen huren. Maar als het ja, heel koud is en bewolkt, dan is het misschien iets minder. Dus dat zien we nog wel. Maar eerst alle musea en dan hebben we tot 1:30 de Oslo-pas. De Oslo-passen zijn zeker een aanrader. Zeker als je van plan bent om naar de musea te gaan op het eilandje met de ferry, zoals wij doen. Je moet alleen wel opletten dat het maar tot 14 oktober gaat die ferry maar. Dus zoals we nu op die ferry zitten naar die eilandjes, dan, dat kan maar tot zondag. Dus we hebben geluk. Dus als je verder in de winter gaat, dan is dat nu handig, maar dan is het misschien ook wel heel koud. En eigenlijk wilden we ook dat Summer Evening onder de Oslo Fjord doen. Maar we wisten dus niet dat het alleen voor de zomer was. Maar dat is dus alleen maar in, ja, in de zomermaanden. Maar dat is dan ook echt heel leuk. Dan ga je dineren. En die Oslo-passen die koop je, kan je eigenlijk ook al wel kopen. Maar wij hebben ze op, trein, op het vliegveld al gekocht. Want dan geldt de studentenkorting. Dus zeker een aanrader. We zijn nu uitgestapt bij de, dus bij de tweede halte van het eiland Bigdo. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt, want het is, het Noors is een makkelijke taal om te lezen. Tenminste, je kan het best wel begrijpen. Maar om het uit te spreken, dat is niet te doen. They were on their way west toward Polynesia. The same route the Indians of South America might have traveled in ancient times. Het is heel handig dat ze in heel veel musea hebben ze zeg maar een introductiefilmpje. Dan weet je een beetje waar het over gaat. Dan hoef je van tevoren niet heel erg in te lezen. En dan weet je toch waar het, wat er, waarom het er is. En dit is dus, ja, ik denk dat het Noorse wetenschappers waren. Want ik ben er nog niet achter waarom het in Noorwegen staat, dit museum. Maar die gingen dus bewijzen dat de eerste mensen op de eilandjes van Frans-Polynesië, dat die uit Zuid-Amerika kwamen. Door op een tiki-vlot daar naartoe te gaan varen. Het was dan echt zo'n heel klein vlotje. Wat... Het vertrek was dus in Oslo. Noorwegen. Dat zijn ze naar Panama gevaren, naar Galapagos en dan naar Paaseiland. En zo zijn ze heel veel randjes en dan uiteindelijk weer terug. En we gaan nu naar het volgende museum. Dat Tiki Museum was wel heel leuk om te zien. Net zoals het Fram Museum, dat was ook heel leuk. De oudste Noorse boot en die is 2 keer zo oud als de oudste vikingboot. We zijn dus op dit eiland en we hebben alle musea, alle 5 musea hier gehad. En vooral het Fram Museum en het Kon-Tiki Museum die vonden we heel leuk. En het Viking Museum was ook wel op zich wel leuk, alleen heel klein, dus het kost niet zo heel veel tijd. Maar als je moest kiezen, dan zou ik naar Fram en Kon-Tiki gaan. We moesten de Toyinka-ta volgen. En dan hebben we nog een stukje gelopen. Je kan waarschijnlijk ook wel met openbaar vervoer. Maar we zijn nu bij het Munch Museum. En dat is tegenover de Botanische Tuin. We gingen
gingen net de weg vragen aan een studenten. En ze was echt heel aardig en ze heeft ons goed geholpen. En verder vroeg ze ook waar we vandaan kwamen. Dus ik had gezegd dat ik in Amsterdam studeerde. En ja, zij kwam ergens anders vandaan, maar wel uit Noorwegen. En dan studeerde ze in Oslo. En ze zei dat het normaal echt veel kouder is hier. Dus als je hier nu rond in oktober komt, dat het dan dat het echt wonderlijk is dat het nu hier 15 graden is. Toen vertelde ik dat het nu in Amsterdam wel 20 graden is. Dat ook niet echt normaal is voor oktober. We zijn nu in het Munchmuseum. En dit is het eerste museum waar we dus onze jassen en tassen in een kluis moesten doen. En door de douane moesten. Ja, dat is grappig. We zijn nu in het raadshuis in de City Hall. We zijn heel veel budget pizza aan het eten. Voor het open huis. De voorstelling begint over een half uurtje. Ik ben net even naar het hotel geweest. Om even wat spullen daar neer te zetten. En ons even weer op te frissen. En we hebben vanochtend, toen we langs het open huis liepen, hebben we kaartjes gekocht voor een voorstelling hier. De voorstelling heet Manon. En volgens mij is het een soort balletvoorstelling. Ik ben heel benieuwd. We zijn nu in het operahuis en we gaan zo onze tickets laten scannen en dan begint de voorstelling. De voorstelling duurt 2 uur en 50 minuten.
een operavoorstelling mee te maken. En hadden we zo erg genoten van het restaurant Koyo dat we er weer terug zijn. Dus nu zitten we daar weer. We hebben weer lekker mojito besteld en we gaan de guacamole weer laten maken. Dit is het uitzicht vanaf het operahuis in het donker. Hier loop ik. We zaten in de bus terug en opeens reed de bus niet meer verder. We zaten van en we waren ook echt de enige twee de bus en we zaten helemaal achteraan. Dus we konden ook de buschauffeur niet zien. En blijkbaar was dat de laatste stop, want we zagen opeens, eerst was het nog 1 minuut tot de volgende halt en toen opeens 1 uur. Dus toen zijn we maar uitgerust, heeft de buschauffeur de deur open moeten doen, want dat had de bus al op slot gedaan.